Dit is de plek waar amper 50 jaar geleden een product werd ontwikkeld dat het leven van miljoenen Nederlandse vrouwen ingrijpend zou veranderen. En dan heb ik het over de pil, de anticonceptiepil, want die werd in 1962 onder de naam Lindiol op de markt gebracht. Maar in het katholieke Brabant van toen was het slikken van de pil een doodzonde. Totdat bisschop Bekkers, die populaire bisschop, op 21 maart 1963 voor de KRO-TV verklaarde dat de geestelijkheid zich niet langer mocht bemoeien met het kindertal. Aan de wetenschap en haar ontdekkingen dankt de mens de mogelijkheid om regelend op te treden ten aanzien van de voortplanting. Geboorteregeling was een kwestie van de gehuwde en van hen alleen. Volledig revolutionair, met als gevolg dat de volgende dag alle wachtkamers van de dokterspraktijken mutje vol zaten met vrouwen die allemaal aan de pil wilden. Voor het eerst in de geschiedenis konden vrouwen nu zelf bepalen wanneer en hoeveel kinderen ze wilden krijgen. Dat was een enorme doorbraak en dat begon dus allemaal hier, hè, bij Organon in Os. En Organon groeide uit tot het grootste farmaceutische bedrijf in Nederland. Op het hoogtepunt werkten er meer dan 4500 mensen. Maar ja, zoals wel vaker gaat met succesvolle bedrijven, die worden overgenomen, komen in vreemde handen. En in 2010 kwam het bericht van het moederbedrijf dat de vestiging hier in Os ernstig moest inkrimpen. Er werken nog steeds 2000 mensen overigens, maar dat de afdeling waar Organon zo beroemd om was geworden, de fundamentele research, dat die helemaal moest verdwijnen. Natuurlijk een enorme brain drain, hè? Een verlies aan kennis en kunde, maar gelukkig hebben ze een heel intelligente oplossing gevonden. De ontslagen wetenschappers van Organon kregen de gelegenheid om hier hun eigen bedrijfje te vestigen. Gebruikmakend van de gebouwen en de apparatuur die Organon achterliet. Nou, en dat ging het Pivot Park heten. Tegenwoordig zijn er zo'n 30 bedrijven in gevestigd, het aantal groeit nog steeds. En het merendeel houdt zich bezig met de ontwikkeling van nieuwe medicijnen. Dus hele innovatieve geneesmiddelen tegen allerlei vormen van kanker, auto-immuunziekten en dergelijke. Ik stel voor, we gaan even een kijkje nemen in het Pivot Park Screening Center. Allemaal heel indrukwekkende apparatuur hier. Maar gelukkig is er Jacques, het opperhoofd van het laboratorium. En jij kunt uitleggen, wat gebeurt hier nou allemaal? We zijn hier op zoek naar nieuwe startpunten voor medicijnen. En daar gebruiken we grote robotsystemen voor. En wat doet die robot dan? Die robot die brengt eigenlijk plastic bakjes van het ene apparaat naar het andere apparaat. En in die plastic bakjes, daar zitten putjes. Hier zitten 1536 putjes in. Van die kleine gaatjes? Ja, als we aan een laboratorium denken, denken we aan reageerbuisjes. Ja? En elk putje is een, reageerbuis. We stoppen in elk putje stoppen we een biologisch experiment en een stofje erbij. En we laten ons verrassen dat een van die stofjes een gewenst effect laat zien. Maar er is eigenlijk een soort roulette welk stofje reactie geeft op dat weefsel. Dat klopt, van tevoren dit is... Maar dan moet je heel veel van die testen uitvoeren dus. Ja. Hoeveel van die testen kan die? Nou, op een goede dag doet je er 100.000. 100.000? Ja. En hoeveel als een mens het zelf zou moeten doen? Nou, 20, 50 op een dag, dat is al veel. En jullie opdrachtgevers, zijn dat alleen de bedrijven in het Pivot Park of ook daarbuiten? Nee, ook van buiten. Ook universiteiten kunnen hier hun experimenten uitvoeren op het systeem. En zo eigenlijk identificeren stofjes waar zij verder mee kunnen in hun onderzoek. Een gewoon mens zoals ik begrijp maar heel weinig van de dingen die ze hier aan het doen zijn. Maar één ding weet ik wel. Het is ongelooflijk belangrijk voor de ontwikkeling van de geneeskunde. Hier in dat Pivot Park werken uitsluitend gedreven mensen. Wetenschappers die de hele dag en soms ook 's nachts bezig zijn met het zoeken van nieuwe toepassingen. En dat is in de beste Brabantse tradities, want innovatie en vernieuwing, daar zijn we goed in. 1/3 van alle uitgaven in Nederland aan de research vindt plaats in Brabant. En Brabant behoort tot de top 5 van de meest innovatieve regio's in Europa. In feite wordt hier, net als in het verleden, de toekomst gemaakt. Fascinerend, hè?